Welkom. We gaan een houten vloer betegelen. Voor deze klus heb je het volgende nodig. Voordat je begint is het belangrijk dat je je eigen veiligheid in acht neemt. Draag daarom bij gebruik van elektrische machines altijd gehoorbescherming en een veiligheidsbril. Als je de vloerdelen gaat verwijderen, kijk dan uit dat je niet tussen de balken stapt. Je zou het plafond van de onderliggende ruimte kunnen beschadigen of er geheel doorheen kunnen zakken. Gebruik voor het inkorten van de platen de slijptol met doorslijpschijf. Doe dit buitenshuis in verband met brandgevaar. Stap 1 Voorbereiding. Je kunt een houten vloer niet direct betegelen. De tegelvloer zal dan barsten door de werking van de houten ondergrond. Voor een goede ondergrond gebruik je daarom zwaluwstaartplaten. Hierop stort je vervolgens beton en daarna komen de tegels erop. Je kunt de platen bevestigen op de vloerdelen zonder deze te verwijderen, maar voor de ventilatie is het beter om de vloerdelen toch weg te halen en de zwaluwstaartplaten direct op de draagbalken te bevestigen. Als je ervoor kiest om de vloerdelen te verwijderen, let er dan op dat je niet tussen de draagbalken gaat staan. Verwijder bij deze aanpak ook altijd alle spijkers. Knip stroken steenwol en leg deze op de balken. Dit dient als geluidsisolatie. Stap 2. Zwaluwstaartplaten plaatsen. Plaats dan ongeveer 1 cm dikke randstroken van steenwol rondom de oppervlakte waar de vloer moet komen. Deze vangen de werking van de vloer op en voorkomen scheuren. Schroef de eerste plaat vast op de balk of op de vloer. Als je ze op de draagbalken plaatst, let er dan op dat ze er haaks op komen. De platen hebben aan één kant een blauwe opdruk. Deze moet je om- en om plaatsen. Ze moeten eerst met de blauwe opdruk naar boven en dan weer naar beneden in elkaar geklemd worden. Rol de platen af zodat de vertanding in de andere plaat vastklemt. Laat de platen aan de korte zijde ongeveer 10 cm overlappen en aan de lange zijde 2 cm. Als het een badkamervloer wordt, moet je deze aarde. Breng de daarvoor bestemde aardklem en het aardedraad aan. Dit aardedraad moet je naar de aardklem in de groepenkast leiden. Meer informatie over aarde vind je hier. Stap 3. Beton storten. Nu is het tijd voor het beton. Gebruik lichtgewicht beton en houd een vloerdikte aan van 3 cm. Leeg een zak betonmortel in de kuip en voeg de voorgeschreven hoeveelheid water toe. Mix het geheel goed. Stort dan het beton en verspreid het met een spaan over de vloer. Strijk nu met een lange rij het beton steeds gladder. Doe dit met een trillende beweging zodat de lucht uit het beton komt en goed in de profielen van de zwaluwstaartplaten zakt. Laat de vloer 1 tot 2 dagen drogen. Voor een vlak resultaat kun je de vloer op dit moment het beste egaliseren. Voor meer informatie over het egaliseren van je vloer klik je hier. Na het egaliseren kan je de vloer gaan tegelen. Voor de klusvideo Vloertegelen. Klik je hier. Succes met je klus! Nog even dit. Als je beton gaat storten, controleer dan eerst of alle gaten gedicht zijn. Plaats eventueel balken bij de deuren en verwijder deze als het beton uitgehard is. Heb je doorvoeren in de vloer nodig? Plaats deze dan eerst voordat je de vloer gaat storten. Als je leidingen in de vloer wilt verwerken, houd dan rekening met de dikte van de leidingen. Je hebt namelijk meer beton nodig omdat de vloer wat dikker moet worden. Spoel gereedschap na gebruik af met water.